En we lezen hier in Psalm 17, vers 11 en 12 zegt hij, zij omringen ons thans waar wij ook gaan, hun oogmerk. Het woord oogmerk betekent doel, de doelstelling, de plan, het programma van de boze is ons ter aarde te werpen. Dus hetzelfde in principe wat hem overkomen is, wil hij hebben dat het ons nu overkomt. Nou, kunt u zeggen dan, maar ja, lieve broeder, maar ik woon niet in de hemel, ik ben toch hier op aarde. Hoe kan nou daar in de Bijbel staat het geschreven van dat de doelstelling of het oogmerk van de boze is om ons ter aarde te werpen? Nou, dan komen we dan terug op de ene tekst die we gelezen hebben in Efeze hoofdstuk 2, waar de Bijbel zegt dat we met Christus Jezus mede opgewekt zijn en dat Jezus ons mede een plaats gegeven heeft in de hemelse gewesten. En dat wat ik zei van lieve mensen, het is niet iets dat we zien met onze ogen, maar het is wel een plaats die de Heer aan ons gegeven heeft. De wederom geboren christen, de gelovigen, de volgelingen van Jezus, dat we met Christus gezeten zijn in de hemelse gewesten. En dat wat ik zei van de boze vindt dat helemaal niet leuk. Elke keer als hij dat ziet, dan herinnert het hem van de plaats waar hij was. Dus nu heeft hij zoiets van, ja maar goed, als ik niet meer daar op die plaats kan zijn om te genieten van de tegenwoordigheid van de Heer, dan zal ik het jullie ook niet gunnen. Dus daarom zal hij alles in het werk stellen om ons van die plaats te halen. Dus het gaat niet erom van dat u letterlijk uit de hemel valt. Nee, maar het gaat erom van dat de plaats die we hebben gekregen in Christus Jezus, de plaats in de hemelse gewesten, de plaats waar we dicht bij God kunnen komen om hem te aanbidden, hem te loven, hem te prijzen, om gemeenschap met hem te hebben, dat is de plaats die de boze van ons wil weghalen. En hij gaat alles in het werk doen, alles wat in zijn vermogen ligt, om ons zo ver te krijgen dat wij daar niet meer op die plaats zitten. Nou, hoe doet u dat? De enige manier eigenlijk hoe de boze ons van God kan afkrijgen, dat is ons te verleiden tot zonde, lieve mensen. En dat is zijn werk, dat is een programma. Hij gaat op u inspreken. Hij gaat allerlei dingen op uw wegen brengen om erin te trappen, opdat u tot tegen de Heere, uw God, kan zondigen. Datzelfde heeft hij dus ook met Adam en Eva gedaan. Hij zag dat Adam en Eva in de hof van Eden in het paradijs wandelen. Ze leefden daar dicht bij God. Ze hadden een intieme relatie, ze waren dicht bij God. Ze spraken van aangezicht, dus hoorbare stem, sprak God tot in. En de boze vond dat helemaal niet leuk. Want hij zag dat hij zijn plaats kwijt had geraakt en dat de mens dat nu had overgenomen. Dus hij heeft alles in het werk gesteld om de mens van die plaats te krijgen. En de Bijbel zegt inderdaad, als we Genesis lezen, Genesis hoofdstuk 3, dat de boze die in de slang is gevaren, om de mens te verleiden tot zonde, omdat het daar weer de verwijdering ontstond tussen God en de mens. Oké? Dus je ziet hoe de boze te werk gaat, lieve mensen. Hij wil helemaal niet hebben dat wij dicht bij God zijn. Hij heeft niet zo'n grote probleem als u in de kerk komt en allerlei dingen doet, maar hij heeft wel een probleem als hij ziet dat wij dicht bij God zijn, dat we een intieme relatie met de Heer hebben, dat wij God loven, dat wij God aanbidden, dat wij rein en heilig voor de Heer wandelen in gehoorzaamheid en in nederigheid, en daarmee heeft hij moeite. En dan gaat hij alles in het werk stellen om ons van die plaats af te krijgen. Nou, ik zei net van hoe gaat hij dat doen? Dat is, hij gaat proberen om zonde in ons leven te brengen, lieve mensen. En u weet, vandaag aan de dag leven we in een maatschappij waar er vele dingen op ons afkomen. Oké, de boze gaat allerlei mooie dingen op onze weg brengen. Hij gaat u misschien een heel mooie man of een mooie vrouw tonen. En u weet reeds, de Heilige Geest heeft reeds gesproken van dat die man geen goede man is, of dat die man niet voor u is, of dat die vrouw niet voor u is. Maar u vindt het zo leuk, want het ziet er allemaal mooi uit van buiten. Heel erg leuk. En dan gaat u toch erin trappen. En voordat u het weet, valt u in de zonde. En dan gaat u allerlei dingen doen die de Heer niet behagen. Want alleen zo kan de boze ons pakken. Oké, of u ziet iets moois in de winkel, maar u heeft niet genoeg geld om voor dat ding te betalen. Maar u loopt elke dag voorbij en u kan de verleiding niet weerstaan. En op een goede dag pakt u dat ding en u neemt het mee zonder te betalen. Dus zo gaat de boze te werk. Maar prijs God, we leven nu in de genadetijd, lieve mensen. Het is niet zo van dat als we één keer iets fout hebben gedaan, dat de Heer ons direct, dat er direct een verwijdering komt tussen ons en God.
De Bijbel zegt van het bloed van Jezus reinig ons van alle zonde. Er is herstel mogelijk bij God. Als we ons naar de Heer teruggaan en we gaan onze zonde beleiden. De dingen die we verkeerd hebben gedaan, als we dat aan de Heer gaan beleiden. Dan zegt de Bijbel dat de Heer ons wil herstellen. Dat Hij ons terug wil brengen op de plaats waar we vroeger waren. En vandaag aan de dag is het helaas zo dat vele kinderen Gods de Heer niet meer dienen. Velen zitten nu thuis op de bank naar internet te kijken. Terwijl ze hier in de kerk moesten zijn of ergens anders waar de samenkomst gehouden wordt. We zijn allemaal teleurgesteld in mensen. We geven de kerk de schuld. We geven mensen de schuld. Ja, mensen hebben ons slecht behandeld. Mensen hebben dit met ons gedaan. Mensen hebben dat met ons gedaan. Maar lieve mensen, als we gaan beseffen dat de Heer ons een plaats heeft gegeven in de hemelse gewesten. Dat de boze in principe niets met ons gaan maken als we dicht bij de Heer blijven. Dan gaan we mensen die de schuld geven. En inderdaad is het zo dat we allerlei nare dingen meemaken in de kerk. Maar ja, daarvoor zijn we mensen. Nou, vraag maar aan de mensen die al 20, 30 jaar in de kerk komen. Ze kunnen misschien een boek volschrijven met al de nare dingen die we met mensen hebben meegemaakt. Maar ze zitten nog steeds vandaag aan de dag hier zo. Amen. Ze hebben niet gezegd van ja, ik kom niet meer in de kerk. Want die groet me niet. Of mensen behandelen me slecht. Of ik ga niet meer naar de Maranatha kerk. Waar al die mensen zie je ze daar zitten met hun heilige gezicht. Nou, lieve mensen, u komt voor Jezus, lieve mensen. Amen. U komt voor Jezus. En als u bij Jezus, als u Jezus vasthoudt, dan gaat u stand houden, oké? Dan gaat het niet zo ver komen dat de boze u gaat pakken. En dat hij kan doen met u wat u hebben wil. Want als u niet meer dicht bij Jezus bent, lieve mensen, als u niet dicht bij de Heer leeft, net wat ik zei, dan kan de boze gewoon komen en kan hij u gewoon klappen, verkopen, alles doen met u wat hij hebben wil. Want hij ziet van, u leeft niet meer dicht bij Jezus. U bent in ongehoorzaamheid aan de Heer. De Heer kan het niet meer voor u opnemen. Want er is zonde in het spel. U heeft volhard in de zonde. De Heer kan het niet meer voor u opnemen. Dus hij kan alles doen met u wat hij hebben wil. Nou, en we zien ook in de praktijk hoe dit werkt. Soms zit ik naar die documentaires te kijken over dieren. Op Animal Planet. Een National Geographic. Dan laten ze heel vaak dingen zien over dieren, hoe ze zorgen voor het ecologisch evenwicht. Klopt dat? Dat is zo ecologisch evenwicht. Nou, in de praktijk komt het gewoon erop neer van dat de ene dier de andere opeet. Dat is een mooie naam eraan gegeven. Dus een leeuw moet een hert opeten, dat er niet te veel herten rondlopen. En zo werkt het, een hert eet een beetje gras op, dat er een beetje balans, ze zorgen dus voor een beetje balans. Ze eten elkaar op. En soms zie je van eigenlijk hoe een leeuw te werk gaat, lieve mensen. Nou, een leeuw is geen domme dier, hè. Die is heel erg slim, zoals we gelezen hebben in de Bijbel. En wat hij gaat doen eigenlijk, als ze ergens een kudde schapen zien, of een kudde herten, of een kudde buffels, en dan rennen ze niet met één vaart op de hele kudde. Nee, dat doen ze niet. Ze gaan een bepaalde strategie volgen. Ze zeggen van, we pakken een jong dier, of een zwak dier uit de kudde, en we laten de rest gaan, en dan gaan we die ene afzonder van de rest van de groep. En dan gaan we onze aanval richten op dat ene dier. Dus ze laten de rest gewoon weggaan. En dan pakken ze een zwakke dier. Een oude dier dat niet meer zo hard kan rennen. Of een jonge dier die niet zo snel kan gaan met de groep. En dan laten ze de rest gaan. En dan pakken ze dat ene. En zeggen van volgende keer als we weer honger hebben. Dan gaan we weer even. We kijken wie we kunnen verslinden volgende keer. Nou nu in het geestelijke, lieve mensen, werkt het precies zo. Alleen wat ik zeg van, er zijn dingen die we dus niet zien met onze ogen, lieve mensen. Maar in de hemelse gewesten, in de geestelijke wereld, zien we dat de boze in principe zo te werk gaat met ons in de kerk. Wat gaat hij nu met u doen? Hij gaat proberen u af te zonderen van de rest van de groep. Hij gaat op u inwerken met allerlei dingen. Hij gaat soms ook mensen en allerlei situaties gebruiken. Uw eigen broeders en zuster. Zodat u het gevoel krijgt van dat uw broeder en uw zuster niet van u houden. Zodat u zich langzaam, beetje bij beetje gaat u zich terugtrekken. U zegt van oké, na deze week heb ik niet zoveel zin om naar de kerk te gaan. Maar volgende week kijk ik als ik naar de kerk ga. Na volgende week heeft u ook geen zin om naar de kerk te gaan. En voordat u denkt, voordat u het doorhebt, komt u helemaal niet meer in de kerk. En dan is u helemaal afgezonderd van de rest van de groep. En zoals u weet, samen staan wij sterk, lieve mensen. Als wij samen bij elkaar komen om samen te bidden, voor elkanders noden in te staan, dan kunnen we elkaar ondersteunen. Dan heeft de leeuw geen vat op ons als de groep bij elkaar blijft. Maar als u zich losmaakt van de groep. U zegt, ik kom niet meer. Ik doe niet meer mee met de groep.
ik voel me niet zo meer thuis in de groep. Dan heeft hij alle kans, heeft hij alle gelegenheid om u aan te pakken. En voordat u deed, dan komt u niet meer. Maar lieve mensen, we moeten nu toegeven aan de dingen die de boze op onze weg brengt. Amen. We moeten vasthouden aan Jezus. We moeten zien op Jezus. We moeten op hem vertrouwen en op hem bouwen. Halleluja.